De verhoogde autotoelage voor ministeries, voor ministers die hun eigen voertuig ter beschikking stellen van het werk, is aangehouden. Dit zegt minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken. Hij geeft aan dat de nieuwe regering geconfronteerd werd met auto's die gehuurd werden voor bedragen van $200 per dag. Als je dat op maandbasis zou berekenen, zou dat 85.000 SRD zijn. De minister van Financiën heeft gezegd, zet dat stop. Indien nodig, maak gebruik van jouw eigen wagen en krijg daarvoor een toelage, een vergoeding, zeg maar. Dat is toen verhoogd. Ik vond dat heel goed. In tegenstelling tot 85.000 zou je dus vele malen minder betalen aan de minister. Maar deze regering luistert naar het volk. Dus het is voorlopig opgeschort voor een jaar, de verhoogde toelage. En hoeveel ministers zetten hun eigen voertuigen in? Nou, het was nog niet begonnen, maar als ik het nu bereken, zouden er 3 ministers, 4 ministers gebruik maken van die toelage. Sommaharjo zegt dat als het mogelijk was, iedereen gebruik zou maken van zijn eigen auto. Maar dat lukt niet altijd. De veiligheidstermen, ze noemen dat VIP, is de VIP verplicht om een bepaald soort wagen te rijden. De wagens die wij rijden moeten bedrijfszeker zijn en veiligheidszeker. Het moet snel kunnen manoeuvreren, het moet een bepaalde kilometer snelheid kunnen aanhouden. Dus dat is een van de redenen dat je niet elke wagen kan inzetten. Je kan bijvoorbeeld geen passo inzetten, wat ik wel zou willen. Ik zou ook bijvoorbeeld niet met de bus kunnen gaan, wat ik wel zou willen. Maar wat de veiligheidsdiensten nooit zouden toelaten. Dus wij zijn verplicht, bijna verplicht gesteld door de veiligheidsdienst. U moet een bedrijfszekere en veiligheidszekere wagen rijden. En die wagens kosten eenmaal wat geld. Nou, het is nou eenmaal zo. De coalitie heeft besloten, heeft aan ons gevraagd om dat even on hold te zetten. En dat doen wij dan gewoon. Wij nemen niks over van geen enkele land. Wij hebben ons eigen beleid. En proberen ervoor te zorgen dat het volk er alleen maar beter van wordt. Wat betreft dat ik op een fiets ga rijden, ik heb dat al geantwoord. Ik zou willen, maar de veiligheidsdiensten willen niet. En zo willen de veiligheidsdiensten van Nederland dat ook niet. Dus als u meneer Rutte op de fiets ziet, is het gewoon voor een foto momentje. Dat I think one by Seagrave, 2 meter fietsen foto en hij stapt gewoon weer af. Ik kan me niet voorstellen dat een minister-president, waar ook heel veel gevaar is in Nederland, op de fiets gaat. Dus ik denk gewoon dat het voor een foto moment is. Dat was minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken. De aangekondigde verhoogde vervoerstoelage van de regering is voor een jaar aangehouden.